Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Robert. deze keer gaan we kijken naar opgave 2 van het examen CCVX Scheikunde Mei 2014. Water dat in fabrieken gebruikt wordt voor het maken van stoom, zogenoemd ketelwater, mag geen corrosie veroorzaken. Daarom moet de opgeloste zuurstof verwijderd worden. Daartoe wordt aan ketelwater een stoef. Een stof toegevoegd die snel en volledig met zuurstof kan reageren. Hydrazine N2H4 is zo'n stof. Bij de reactie van hydrazine met opgeloste zuurstof ontstaan uitsluitend water en stikstof. Bereken met hoeveel liter water dat 0,75 milligram opgeloste zuurstof per liter bevat. Uh, men met 1 kilogram hydrazine zuurstof vrij kan maken. Nou, dan hebben we dus ten eerste de reactievergelijking. Uh, Oeps, N2H4. Laat ik hem even goed opschrijven. N2H4 uh, dat reageert met zuurstof tot uh, H2O en tot N2. Dat is een niet al te moeilijke reactievergelijking. Want als ik nu zo snel kijk, dan zou het al kloppend zijn als ik hier een tweetje bijzet. Maar goed. Dan hebben we stap 1. Dan ga ik nu mijn beginreactie-eindschema erbij zetten. Dan zet ik hier even het aantal gram. Hier zet ik een aantal gram per mol. Dat kan ook geen kwaad. En misschien is het zelfs nog leuk om hier een liter bij te zetten. En. Ja, dan hebben we hem wel eens ongeveer. Goed, dan gaan we het rijtjes invullen met dingen die we weten. Um, we hebben 1 kilogram, oftewel 1000 gram hydrazine. Uh, daar staat tegenover dat we. O, dan ga ik toch even schram per liter hier ook bij zetten, um, daar staat tegenover dat we. Wat is het? Zuurstof. 0,75 milligram per liter hebben. Oké, okay. uh, wat hebben we dan nodig? Dan hebben we ten eerste nodig natuurlijk de molhoeveelheden. En dan gaan we eerst eens kijken die N2H4. Hoeveel gram per mol is dat nu? Nou, een stikstof, lang tabel 99. Stikstof is 14, ...0,1 per stuk. Uh, waterstof is... ...1,008 per stuk. Dus als we dat gaan... ...samenvoegen... ...dan krijgen we... ...oh, nah, geen updates. Dan krijgen we... ...even kijken, waar zet ik hem neer... ...dat jullie alles kunnen zien. Zo, hier. Uh, kijken. Twee keer een ding van... ...14,01... Dan hebben we natuurlijk nog vier dingen van 1.008 dus totaal 32,052. gram per mol. Ik heb 1000 gram, dus als ik nu 1000 deel door mijn antwoord dan heb ik in het begin 31,20 mol beschikbaar. Dat gaat allemaal verdwijnen, zodat er niks overblijft. Uh, dat betekent ook dat ik, omdat de verhouding 1 staat op 1 is, dat ik dus ook 31,20 mol zuurstof kan laten verdwijnen. Waardoor ik dus 31,20 mol zuurstof in het begin. Had. Um, kan ik daar wat mee? Heb ik daar wat aan? Daar heb ik zeker wat aan. Want zuurstof kunnen we ook weer in BINAS vinden. Is 32 gram per mol. En als ik nu 31,20 mol heb. Dan doe ik dat keer 32. Dus dan heb ik. Uh, best wel wat. Gram zuurstof dat ik kan laten verdwijnen. Uh, nu heb ik alleen zoveel gram en dit is zoveel milligram per liter. Dus als we dit dan gaan delen door hoeveel milligram er in 1 liter zit. En of uh, eigenlijk hoeveel gram er in 1 liter zit. Even kijken hoor. Oh, het is uh, milligram. Het zal, uh, dus... Even kijken. Kijk, dan ga je, als je dit gaat doen, dan ga je automatisch met commas uh, vervelen. Dus dat ga ik even anders doen. Het is 0,75 x 10 tot de min derde gram. Ha. Kijk, zo, uh, raak je ook van je, of zo heb je ook je telfouten niet. En als we dat gaan doen, dan kom ik er nu op uit dat ik. Oeh, dat is veel. 1, 3, 3, 1, 1, 7, 0. Liter. Dat vind ik best veel. Uh, significante cijfers. Uh, ik had twee dingen. Of alles in twee significante cijfers. Dus mijn eindantwoord is dan dat ik 1,3 maal 10 tot de zesde liter. Zou moeten kunnen voorzien van nou ja, geen zuurstof. Dit was vraag 2A. Ik ben Jan Willem van voorberter.nl. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.